Bent u klaar voor het woord van God? Yes. Bent u klaar voor het woord van God? Amen, amen. Ik moet zeggen dat het een hele wiebelende week was voor mij. Voor ons eigen. Het was een week van schommelen, wiebelen, van gevoelens, van dingen. Wat ons op pad kwam deze week. En mooie dingen, maar ook herinneringen die toch nog waarvan je denkt van dat zijn er ook nog. En dat wiebelde een hele week door. En toen werd de vraag gesteld of ik wilde ruilen. Toen dacht ik, hier wil ik niet voor ruilen. Maar nee, de Heer vraagt het. En dan moet je die stap gewoon nemen. En dan zien we wel. Want ik weet dat de Heilige Geest ons zal leiden. Ons zal leiden vandaag. En ik vond het zo mooi, de liederen van morgen. Die, wat Dave ook zei, over van hoe God ons ziet. Hoe God ons ziet. En toen moest ik zo denken aan het eerste vers in de Bijbel. En er staat, in het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was woest, leeg, over de watermassa. Lag er een diepe, diepe duisternis. Maar de geest van God zweefde boven de watermassa. De geest van God zweefde boven de watermassa. En als wij weten, als we Genesis lezen, weten, kennen, dan staat er ook dat hij met zijn geest dingen deed. Mooi is dat, hè? Dus dat wij met onze geest dingen doen. Moet u dat eens voorstellen? Hè? Wij zien wat in de geest, wij voelen wat in de geest en dan doen we dat gewoon. God kan dat. En God heeft het gedaan. En daarom zijn wij hier. En daarom bent u zo mooi gemaakt. Zoals Dave zei. Dave is zichzelf het mooiste. Maar wij zijn ook mooi. En Dave? We zijn mooi gemaakt door de geest van God. Hè? Amen. En we zijn met een reeks bezig over de Heilige Geest. En ik moet zeggen, tijdens de gesprekken, op de bidstonden, op de bijbelstudies. En we zijn zo met elkaar in gesprek en we horen elkaars getuigenis. Dan voelen we en ervaren we dat de Heilige Geest zo bezig is. We voelen en ervaren dat de Heilige Geest met ons individueel bezig is. U hebt 12 kilometer gelopen. Ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden, dat een FM mij belde. En ik hoorde u op de achtergrond. En de doktoren zeiden, en moet u kijken. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. En niets anders. Niets anders. Kunnen wij over de wonderen die we vanmorgen hebben gezongen. De wonderen. Het is niet alleen nog in de Bijbel. Maar dat gebeurt nu op de dag nog steeds. Amen. Want anders kunnen wij dit niet vertellen. Hè? We hebben het over verteld wat de Heilige Geest doet. Over het getuigen van de wonderen die God in ons leven doet. Halleluja. Volgend jaar. Nijmegen. Nijmegen. Het mooie is dat het uitgesproken wordt. Ik ga volgend jaar de Vierdaagse in Nijmegen lopen. Ik ga. Onthoud dat. Ik ga. Ik ga. Vandaag mag ik het hebben over de dagelijkse leiding van de Heilige Geest. Want de leiding van de Heilige Geest is niet op bepaalde momenten. Want ik heb nu de Heilige Geest nodig. Dus nu ga ik het maar even snel even vragen. De leiding van de Heilige Geest is elke dag. Is elke dag. Als je opstaat.
elke dag. En ik had een Bijbeltekst, Romeinen 8, vers 14. En daar staat: allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Wij zijn kinderen van God. Wij laten ons leiden door de geest. En we hebben net gelezen, de geest van God, hij zweefde over de water als de geest van God. En hij heeft zoveel gemaakt op dat moment. Galaten 5, vers 25 staat: wanneer de geest van God ons leven leidt, laten wij dan ook die richting volgen die de geest ons leidt. Wanneer de geest ons leven leidt, laten wij dan ook die richting volgen die de geest ons wijst. Wij zijn heel vaak zo dat we denken van nou, we weten het allemaal wel. En als we het zo en zo doen, dan komt het allemaal wel goed. Maar God kan hele andere wegen hebben voor ons. God kan andere wegen hebben voor ons. En God is een God, dat zeggen we ook heel vaak, die heel rustig met ons omgaat. Je zegt niet van, Lisa, nu sleur ik je mee en dan gaan we even die 12 kilometer lopen. Nee, stap voor stap voor stap hebben wij gezien dat er genezing is, herstel, stap voor stap voor stap. Hij is een gentleman, hij is geen pusher, hij is geen trap om de kont of wat dan ook. Nee, hij is een rustige God. Hij wil alles stap voor stap voor stap voor stap doen met de Heilige Geest. En weet u waarom hij het stap voor stap doet? Hij doet het stap voor stap voor stap, omdat wij kunnen zien om ons heen, als we die stapjes doen, oh ja, dat is wat God wil. Oh ja, daar wil God dat we daar waar mee gaan. Oh, dat was het. Want als we alles in een hurry gaan doen, in een haast gaan doen, zien we niet eens meer wat God aan het doen is. Heel vaak, hè, dan denken we van, oh, wat is er nou een chaos in ons hoofd? Maar dat doen we zelf. Dat doen we zelf. Waarom? Omdat wij de rust niet pakken. Wij pakken die rust niet. En dan heb ik het niet over de vakantierust, wat ik ook over had. Maar de rust in zijn geest. De rust in zijn geest, zodat hij ons weer kan laten zien. En hij doet dat echt. Hij is nu ook bezig. Ook al zijn we in een haast. Hij doet het. Alleen wij horen en zien het niet. Omdat wij alles zelf in een haast zullen doen. Onze agenda's. Onze dingen door ons heen. Oh, dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden, dat moet dan af, dit moet zus af. Maar luisteren we ook zo naar de geest van God. Wat God wil van ons. Vraag eerst van de Heilige Geest, wat wilt u van ons? En dan pakken we onze agenda's erbij. Hoe doen we dat? Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij daar zelf mee om? Want de geest van God, die geest waar we in Genesis 1 over hebben, die wil ons wijzen naar een weg. Wat goed is, wat geluk geeft, wat herstel geeft, wat vergeving geeft, liefde geeft, onderwerping. Alles wat we nodig hebben om deze wereld aan te kunnen. We kijken ook naar onze kinderen, kleinkinderen, denk van in wat voor wereld leven zij. Maar wij zijn degene die een voorbeeld moeten zijn om ook die kinderen te leren om te wandelen met God. In de geest. Wij zijn degene die dat moeten doen. Wij zijn degene
die een voorbeeld moeten zijn voor onze kinderen, om liefde te geven, om liefde te hebben voor andere mensen. Wij zijn degene, omdat God het aan ons heeft gegeven. En omdat God ons elke keer gebruikt, wilt gebruiken in zijn koninkrijk. Er zijn nog zoveel mensen die God nog niet kennen. Heel veel mensen die God verlaten heeft. En dat zijn ook mensen die wij lief hebben. Maar ook mensen die God echt, maar dan ook echt nodig hebben. En de Geest van God die wil ons daar brengen. Romeinen 8 vers 6 zegt. Wat onze eigen natuur wil brengen, brengt de dood. Maar wat de Geest wil brengen, is leven. En vrede. Is dat niet mooi? Leven en vrede. En wat wij willen, onze eigen dingen, die moeten we doden. Want de wil van God, de Geest, wat de Geest doet, brengt leven en vrede. Leven en vrede. En bij ons is dat meestal omgekeerd. En ik denk ook dat de Geest wil zeggen, geef mij de ruimte. Geef mij de ruimte. Geef mij de ruimte om te doen wat ik met je wil. En ik zit dan te denken van, doe ik dat wel genoeg? Doe ik dat genoeg? Geef ik de Geest genoeg ruimte? Want volgens mij kunnen wij veel meer dan wat we nu doen. Hoe oud, hoe jong we zijn, volgens mij, ik weet zeker, God wil ons veel meer gebruiken dan wat we nu al aan het doen zijn. En van de week had ik een liedje had ik opstaan. En dat was toevallig op YouTube. Ik was aan het voorbereiden. En dan meestal zeg maar wat worship achter het achtergrond en liedje ging over. Ik wil stil voor u zijn. Ik wil stil voor u zijn. En ik leg al mijn dingen neer. Ik leg al mijn gevechtsgewaarden neer. Ik leg al mijn zwaarden, alles leg ik neer. En ik wil alleen maar rust in u vinden. Dat waren drie zinnetjes. Drie zinnetjes. Ik heb dat achter elkaar gedraaid. Achter elkaar. Ik denk van Heer. Ja, de rust. De rust in de Geest. De rust in de Geest. En we hebben het over zoveel dingen gehad. We hebben het over de wapenuitrusting gehad. Hè. We hebben het over, ik heb een keer over de helm met de heils. Hè. Heel vaak worden we aangeklaagd. Maar de helm met de heils, dan horen we gewoon dat niet meer. Al die negatieve dingen. Al die dingen die de andere kant van ons proberen in te fluisteren, in te halen. Wegwezen ermee. Wegwezen ermee. Het is klaar. Het is klaar. Op een gegeven moment moet het klaar zijn. Op een gegeven moment ben je zo moe met dat liedje. Ik ben zo moe. Ik ben het zo zat. Ik ben zo moe. Ik wil het niet meer. Ik wil alles naast me neerleggen, alles naast me liggen, met me neerleggen, zodat ik gewoon in uren kan komen. En dan ervaar je vrede. En dan ervaar je leven. Hoe Hij het doet. Niet hoe wij het doen, maar hoe God het doet. In de Geest. Ik moest denken aan het verhaal van Paulus en Silas. Ik ga het nu niet voorlezen, maar Paulus en Silas reisden toen alle plaatsen af. En kunt u lezen in Handelingen 16. Ze reisden alle plaatsen af om te vertellen, om te evangeliseren. Maar de Heilige Geest, als u dat leest in de Bijbel, dat is zo mooi, hield hun af. De Heilige Geest zegt nee. Spreek niet. Nee. Dus kan je nagaan, hè? De Heilige Geest zegt stop.
En zij reisde zo af, rustig, een stadje of dorpje, maar nooit gekregen. En hij ging zeggen, nee, daar niet. En dan lees je op een gegeven moment, waar de Heilige Geest nu stopte, in Handelingen 19, kwam hij jaren daarna kwam hij terug. En toen kwam die opwekking in Efeze. Toen was het tijd. Toen was het de tijd voor God om daar datgene te brengen wat hij daar kon brengen. En het was tijd. En de opwekking was er. En waarom was hij gestopt? Waarom had de Heilige Geest hem gestopt? Omdat het waarschijnlijk nog niet de tijd was. God zegt, nee, ik wil dat je dit doet, ik wil dat je dat doet. En wij zouden zeggen, ja, maar we moeten toch ook nu horen? Nee, de Heilige Geest zegt, nee, nu niet. Nu nog niet. En dan zie je jaren later dat God ze daar weer in bij Paulus daarheen. En dan komt het. Dan is God daar met wat hij wil doen. We snappen gewoon heel vaak dingen niet en wij. Mooi als we daar mogen kijken. Wat zo'n mooi is God voor ieder van ons heeft. En heel veel van ons kunnen er ook mee praten. Heel veel van ons hebben wonden in hun leven meegemaakt. Heel veel van ons zouden er nu misschien niet eens meer zijn. Heel veel van ons. En we mogen daarover meepraten. De volgende tekst. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Er staat echt, hè? Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Mijn leven. Ik ben in staat daarvoor. Ik ben alles te doen. Alles, hè? Alles. Er staat niet misschien een beetje of een beetje. Of ietsje pietje of zo. Nee. Alles. Ik ben in staat. Alles. Te doen. Alles. Want hij geeft ons kracht. En dat is zo mooi. En weet je, de Heilige Geest. We zijn zo de laatste tijd bezig geweest en nog steeds bezig met de vijfvoudige dienst in de gemeente. We zijn bezig met de vruchten van de geest. We zijn bezig met de Heilige Geest. En ook de Heilige Geest kan ons, onze gaven en talenten, kan hij ons laten zien. Heel vaak denken we van, nou dit is het, hè, dit kan ik. Ja, ik kan timmeren, of ik kan zaken, of ik kan... Dat is even praktisch. Maar misschien kan je nog wel andere dingen wat je helemaal niet weet. Wat je niet wist. En dat is bij God ook. He, God kan je talenten geven. Maar God kan je ook op een gegeven moment gaven geven. Waarvan je denkt, serieus? Ik? Nee. Ja. Dat kan God. God kan in één keer iets keren. En dan denk je van. Die tekst. Ik wist nog jaren geleden dat ik penningmeester was en dat iets, ja, en God gaf mij een naam door van nou die. En ik ben naar degene gegaan. Ik niet, echt niet. We hebben niet een goede penningmeester. Neemt. De Heilige Geest moet op een gegeven moment
als je die stap neemt en je staat erin, gaat hij je leiden. Hij gaat je leiden. Maar wij zijn te snel met onze woorden. Ik kan het niet, ik kan het niet. Alle regeltjes ga je af als God iets vraagt. Maar als wij God iets vragen, gaat God alle regeltjes af. Zou ik dit eigenlijk doen voor mij? Nee, zo is God niet. Zo is God niet. Maar als God ons iets vraagt, en we gaan erin, we stappen erin, en we gaan rustig, stapje voor stap, gaan wij met geest, nee, met geest. En ik zie me gewoon voor dat ja, in die geest van God kan kruipen en denken, Heer, wat wilt u? Wat wilt u? Ik wil zo graag kijken. En het kan. Ik kan je laten leiden door die geest. Hij neemt je aan de hand. En hij gaat met je aan de gang. En je voelt het. Je voelt het. Echt in de kleinste dingen. Of je kleinkinderen zeggen wat. Of je. Ik moet even lachen. Of je buurman zegt wat. Of weet ik veel, iemand zegt wat. Dat was de Heilige Geest. Hij kan je heen op zulke mooie dingen. Zulke mooie dingen. God, laat ons meer zien wat Hij van ons wil. Zelfs laat Hij leiden door de geest. En in meegaan in de geest. En laat Hij leiden door de geest. Ook onze karakters, ja, waar we het over hebben gehad, over de vruchten van de geest, is ook heel belangrijk. De geest kan dat. De Heilige Geest kan dat doen. Hij kan die vruchten van de geest in ons bewerkstelligen. Als wij dat ook willen. Als wij ook die kant op willen. Soms denk ik van ja, nou ja, zo ben ik gewoon. En ze moeten me maar nemen zoals ik ben hoor. Zo ben ik nu eenmaal en nou ja. Toch, wat er vaak gezegd werd. Ja. Werd vroeger, nu misschien nog steeds, gezegd dat dan zeg maar als je geweinig kijkt of zo, dan zeg je, nee, ik ben zo geboren. Ik heb altijd gezegd, hè? Ik ben zo geboren. Ik moest echt die woorden verbreken. Ik moest echt die woorden, dus ik lag misschien wel iets meer. Misschien ook niet veel, maar. Nee, ietsje meer, stap voor stap. Maar hè, ook die woorden moeten we verbreken. Hè, want we ook net laatste moeten leven en vrede uitspreken. Niet de boos uitspreken. Ik ben geen getuige als je ook constant zo graag van werken of je zegt dat je in de kerk komt. Ben ik geen getuige. Dus we moeten leven uitspreken. En stralen. Hè? Als je nu doet. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Want Gods geest kan dat tegen je zeggen. Gods geest kan dat tegen je zeggen. Als je toen even zei. Ben je schuinig? Ik ben niet schuinig. Je kent me niet. Ik ben gewoon geconcentreerd. Ik kijk gewoon geconcentreerd. Toen zei iemand anders. Meestal zo, hè. Als je man wat zegt, denk ik. En als iemand anders het zegt, denk ik. Oh. Oké. De vrucht van de geest is ook zo belangrijk dat we ons laten leiden door de geest. Yes. Yes. En dat zijn allemaal hele positieve, mooie vruchten van de geest. En echt, als je dan naar die vruchten van de
geest kijken. Ik weet niet of u dat al een keer ooit gedaan heeft. En dat je dan zegt van, oh, welke heb ik? En dan had het over liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zoals ik hier hoor, moet ik nog heel hard aan de slag. Maar stap voor stap. Yes. God ziet ons hart. God ziet echt ons hart. En ziet ook echt dat we bezig willen zijn. En dat we echt wel willen. En hij zegt ook niet, en ik wil dat je alle negen willen gaan en nu en volgende week ben je ermee klaar. Nee, zo is God niet. God werkt met ons. En je merkt het. Je merkt het in je hart. Je merkt het in de rust. De laatste tijd, als er dan weer wat gebeurt, we kregen weer een aanval van de andere kant, dan was het is toch, en dan is het een keer eerder dan dat we altijd, maanden geleden of jaren geleden hadden, komt die rust eerder. Van mij was het nu rust, in de rust. En elkaar niet opjutten, maar in de rust blijven. En dan komt God met zijn Heilige Geest. En dan merk je rust. En dan zie je dat de situatie waar je in zit, omkeert. Je ziet het. In een mum van tijd. Maar dat komt omdat wij die stap nemen om die rust te pakken in de Geest. En niet in die paniek, want dat is wat die zij voelen. Hè? Dat we in paniek raken en dat we chaos hebben in ons hoofd. En dat we ons niet gaan focussen op God. Want ja, dat kan even niet, want we zijn druk met al onze situaties. Terwijl God zegt, kom tot rust. Kom tot rust. Leg alles neer. En kom bij mij. Kom bij mij en wees stil. Wij zijn dan, ja, maar. Nee, wees stil. Zodat de geest kan spreken. De geest kan spreken tot ons. En hij doet het. Hij kan ons veranderen. Hij kan ons onze gaven en talenten kan zo mooi gebruiken. Zo mooi gebruiken. Want hij heeft ons gemaakt. Zo mooi als we zijn. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Hij heeft ons gemaakt. Om iets te doen. Om iets te zijn in deze wereld. Om iets te zijn in deze wereld. Die rust. Die rust wat God ons geeft, is zo, zo belangrijk. Belangrijk is ook wat ik net zei, dat wij zelf die stap nemen om die rust te pakken. En ik denk ook in de zeker, de Heilige Geest is zo bezig met ons, allemaal individueel, allemaal. Weet ik zeker. In onze harten, in onze doen en laten, in ons spreken, in onze gedachtes. Want gedachtes, dat is zo erg, hè? Dat je door de andere kant allerlei gedachtes in je krijgt. Oh, en dan word je weer onrustig. Daar word je ook in aangevallen. Maar ook daarin draai je om en zeg, Heer, ik wil op de rust van u zijn. En laat u allemaal maar kleppen en deppen. Maar ik wil in die rust van u zijn. En blijf. Zodat we kunnen horen wat God zegt. En ik was zo bezig de laatste week. Ik zei tegen de Heer. Heer, geef mij. Ik wilde dat zo graag. Geef mij iets voor de gemeente. Want ik geloof
merk en ik zie dat God zo bezig is ook in onze gemeente. En soms denk ik wel, een beetje opschieten, het is zo leeg in de kerk, en ik ben er zo verdrietig van. Maar ja, hoe het er weer is, God verdrietig. Hij wil alles goed hebben. Maar hij heeft ons ook een belofte gegeven. Hij heeft ons echt een belofte gegeven. En ik zeg tegen de Heer, Heer, ik wil zo graag iets van u krijgen voor de gemeente. En toen kreeg ik dit. Zacharias 4, vers 1 tot en met 14. Niet door kracht of door geweld. De engel die met mij had gesproken, kwam terug en wekte mij alsof ik had liggen slapen. Wat ziet u nu? Vroeg hij. Ik antwoordde, ik zie een gouden kandelaar met 7 lampen. En boven zit een oliereservoir van waaruit de lampen telkens weer via 7 toevoerbuisjes van olie worden voorzien. En ik zie 2 olijfbomen staan aan de weerszijde van het reservoir. Maar wat betekent dit eigenlijk hier? Vroeg ik. Weet je dat echt niet, zegt de engel. Vroeg de engel. Nee, zei hij. Hij zei, dit is de boodschap van de Heer aan Zerubabel. Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest. Zegt de Heer van de hemelse legers. Wie denkt u wel dat u bent, een hoge berg? Voor Zerubabel zult u met God gelijk worden gemaakt. Zerubabel zal de tempelbouw voltooien. Hij zal de gevelsteen aanbrengen. Alle mensen zullen luid juichen en roepen, prijs God! Door zijn genade is de tempel tot stand gekomen. Ik ontving nog een boodschap van de Heer. Zerubabel heeft de fundamenten van de tempel gelegd en zal hem ook voltooien. Kijk niet meer op een kleine begin, want de Heer is blij te zien dat het werk begint en dat Zerubabel het Oslo ter hand heeft genomen. Want de 7 lampen stellen de 7 ogen van de Heer voor die de hele aarde overzien. Toen vroeg ik aan de engel, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de weerszijde van de kandelaar? En wat betekenen die 2 olijftakken die langs 2 gouden buisjes het goud als olie naar buiten laten lopen? Weet je niet wat ze betekenen, vroeg de engel? Nee, antwoordde ik. Hij vertelde mij, zij stellen de 2 gezalven voor die voor de Heer van de hele aarde staan. Dit kreeg ik voor de gemeente van de Heer. En jullie moeten niet ontnemen om dit aan u te geven. Niet door kracht of door geweld, maar door de geest van God zal Hij ons in alles voorzien. In alles voorzien. Niet alleen ons individueel, maar het is nodig om ons individueel ook klaar te maken. Om ook bezig te zijn met ons. Zodat we als één gemeente straks God ons dingen kan laten zien. Door de geest van God. Als we samen als gemeente op de bidstoel, op de Bijbelstoel is. Als we het samen gaan doen. Straks met het bidden en vasten. Eén geest van samen. Gaat God dingen laten zien? Gaat God dingen laten zien? Misschien dingen bevestigen? Want God
heeft echt alleen het goede met ons gedaan. En God heeft zoiets moois voor ons. En als je die tekst mag lezen, we hadden over door de geest van de kracht. En kijk er twee dingetjes terug, René. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor kracht heeft. En hij geeft ons ook kracht als gemeente. Hij geeft ons kracht ook als gemeente om te doen wat hij wil van ons als gemeente. Dat gaat hij doen. En er gaan mooie dingen gaan komen. Als we ook in de rust naar de geest van God gaan luisteren. En als we ook die stappen gaan ondernemen die de geest ons leidt. En ik hoop ik ga daar gewoon echt wel in mee. Dat ik gewoon echt wel in die geest van God wil laten leiden. En zeg, meneer, ik heb hem. Maar ik vroeg laatst gisteren aan mij, en heb je al? Nee, ik heb alleen een paar bijbelteksten doorgegeven. En niets meer, hè? Nee, klopt. En soms God, dan moet ik wel vertrouwen. Of vanmorgen afwerken van. Nee, ik heb het gekregen. Ik heb het gevraagd, ik heb het gekregen. Nee. Je mocht dit delen vandaag met jullie. En we gaan verder in de geest. En ik wens jullie heel veel zegen. En ik wens jullie ook in de rust van God. Ik wens jullie zoveel moois. Moois. En ik heb hier een plaatje. Leven met de Heilige Geest is als adem. Je kan niet zonder. Je kan niet zonder de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest.